We zitten midden in het vakantieseizoen en misschien ben je zelf net terug van vakantie of kijk je online mee vanaf je vakantieadres. Ik ben zelf net weer 2 weken terug uit Kroatië. En dat is de eerste keer dat we dit jaar naar Kroatië gingen. En we hebben genoten van alle nieuwe uitzichten die we gezien, nieuwe omgeving die we gezien hebben, van de prachtige, heldere water aan de kust, de mooie stranden daar. En onze camping zat ook nog eens een keer in een prachtige baai. We zaten in een mooie baai, die was omringd door heuvels en bergen. Het is gewoon een prachtige plek om te verblijven. Maar ik weet eigenlijk wel 1 ding zeker, dat hoe we ook genoten hebben, hoe mooi het daar ook is, volgend jaar zitten we toch weer op een andere plek. Want ik hou ervan om elk jaar naar een nieuw gebied te gaan. Naar een nieuw land te gaan. Een andere cultuur te proeven. Een andere cultuur te ontdekken. En je hebt mensen die daar eens tegenover stelden. Die hebben gezegd, ik ga al 10 jaar naar dezelfde plek. Naar dezelfde camping. Ik ken daar iemand. Ik ken iedereen daar. En daar geniet ik van. Maar voor mij is het tegenovergestelde. Ik hou ervan om elke keer weer in een nieuwe cultuur te komen. En nieuwe dingen te proeven en mee te maken. Maar op het moment dat je naar een ander land gaat, daar te maken krijgt met die andere cultuur, dan loop je vaak ook tegen dingen aan, omdat de dingen anders gaan dan je gewend bent. En onze reis naar Kroatië deed me ook denken aan onze allereerste reis die wij samen, ik en mevrouw Monique, maakten, onze huwelijksreis, toen we naar Spanje gingen en net getrouwd waren en daar geconfronteerd werden met de Spaanse cultuur. We gingen op huwelijksreis naar Spanje en we zaten aan een prachtige plaats, heet Peníscola. En was niet zo bekend bij toeristen, maar het was een hele mooie, het was eigenlijk een mooi schiereiland. En daarbovenop was een vestingstadje, echt gewoon prachtig om te lopen. En met een mooie boulevard en een kustlijn ernaast. En het was gewoon mooi om daar te zijn. En een van de eerste momenten dat we waren, liepen we daar. Nou, 's middags natuurlijk even het dorpje in en eens kijken wat er is. Maar tot onze conclusie kwam tot ontdekking dat heel veel dicht zat. Er was weinig open, er was weinig om even ergens te gaan zitten. Maar we dachten, het was maart in ons geval. Het was maart dat we daar waren, dus het was voorseizoen. Het zal wel voorseizoen zijn. Maar goed, wij later op de dag, 's avonds, uurtje of 6... dachten, wij gaan lekker even ergens eten. Lekker genieten. En we liepen weer naar het dorpje toe. Maar tot onze verbazing waren heel veel restaurants, die waren dicht. Of ze waren wel open, maar er zat helemaal niks. Er zat helemaal niemand. En vaak de enige tentjes die open waren, dat waren niet de Spanjaarden. Maar dat waren Italianen met de TL-verlichting. Maar wij dachten, we willen toch wel ergens gaan zitten. Dus wij zijn maar gaan zitten in zo'n Italiaans restaurantje met de TL-verlichting, wel aan het raam, hopende dat er nog meer mensen zouden komen als ze ons daar zagen, zouden zien zitten. Maar wat we later ontdekten, is natuurlijk in de Spaanse cultuur dat ze 's middags siesta vieren. Dus waar wij dachten, we lopen lekker het dorp in, waren al deze Spanjaarden lekker aan het uitrusten en namen ze daar even de tijd voor. En ook 's avonds, waar wij waren gewend waren als echte Nederlanders om rond 1 uur of 6 te eten, zijn die Spanjaarden gewend om pas laat op de avond te eten. 1 ding was duidelijk. We waren niet in de lijn met hun leef, eet en slaapgewoontes, waardoor we niet de volle gebruik konden maken van wat zij te bieden hadden. Maar wij zaten in een Italiaans tentje met de TL-verlichting. Hadden we ook in zo'n gezellig Spaans leuk tentje kunnen zitten, waar je omringd wordt door heel veel andere mensen en de gezelligheid ervan. Maar daarvoor moest je op een ander moment zijn. Weet je, als je de zegen wil krijgen van Spanje, dan zul je moeten onderdompelen in de Spaanse cultuur. Als wij te volle wilden genieten van dat mooie Spaanse dorpje, dan moesten we weten hoe de dingen daar werkten en ons aanpassen aan de cultuur en de principes van hoe het daar werkte. En zo geldt het ook in het Koninkrijk van God. Als je de volle, het leven van Gods Koninkrijk wil ervaren,
dan zul je moeten onderdompelen in de cultuur van Gods koninkrijk en de principes en de waarden van Gods koninkrijk omarmen. Wij zijn burgers en inwoners van een ander koninkrijk geworden. Wij zijn geëmigreerd, wij zijn overgezet in een nieuw koninkrijk. En in dit koninkrijk van God heeft God ons gezegend met tal van geestelijke zegeningen. En heel veel andere zegeningen waarover de Bijbel spreekt. En een van de teksten waar je dat kan lezen is in Efeze. Efeze 1 vers 3 staat. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons in de hemelsferen in Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. We zijn ons vaak niet half bewust van alles waar God ons mee gezegend heeft. Wat hij voor ons klaar heeft liggen. Niet alleen straks, niet alleen geestelijk, maar ook gewoon waar God je wil brengen en wil zegenen in dit leven. Ik bedoel, de Bijbel staat er vol van. Je kan bijvoorbeeld Deuteronomie 28 pakken. Is in het oude verbond, dus je moet hem wel door de bril van het nieuwe verbond lezen. Maar als je daar leest over de zegeningen, die waren heel praktisch. Die waren heel gericht op het leven van hier en nu. Hoe dan ook, weet je, Gods verlangen is het. Dat het goed met ons gaat. Dat hij ons wil zegenen en brengen op de beste plek waar we zijn. In ieder aspect van ons leven. Maar weet je, soms ervaren we niet de volle het leven en de zegen van Gods koninkrijk. Het leven in die vrede, die vreugde die God voor ons heeft. Dat kan zijn omdat je nog niet helemaal ontdekt hebt wat het betekent om in Gods koninkrijk te wandelen. Om te weten wat het betekent hoe de dingen in Gods koninkrijk werken. Maar het kan ook zijn omdat je de dingen liever op je eigen manier doet. In plaats van op Gods manier. Omdat je niet wil aanpassen aan de principes en de cultuur van Gods koninkrijk. Ik vertelde jullie net al even over de prachtige camping waar we zaten, die omringd was door zo'n mooie baai. En het mooie was, langs deze baai liep een hele mooie boulevard, zo richting het dorpje wat verderop lag aan die baai. En het is prachtig als je juist daar 's avonds, als de zon al een beetje gezakt was, niet zo warm meer was om te lopen, dat je daar 's avonds langs de boulevard liep, kon genieten van het uitzicht, van het mooie water, van de zon die onderging, van de gezelligheid, van al die tentjes die daar zitten. En er waren ook heel veel ijstentjes. Dus op een dag, op een avond, zeiden we ook, hey, laten we met onze kinderen, laten we vanavond langs die boulevard lopen en laten we ergens lekker een ijsje gaan eten. En wij liepen daar en we kwamen op een gegeven moment bij de eerste ijssalon. Maar ik kwam tot ontdekking dat je alleen contant kon betalen. En ik als Nederlander inmiddels gewend dat je eigenlijk overal gewoon met je telefoon kan betalen, met je pinpas kan betalen. Dus dat was even balen. Maar ik dacht, geen probleem. Er zitten hier natuurlijk nog genoeg andere ijstentjes aan deze boulevard. Dus we lopen met elkaar door. Maar het ene na het andere ijstentje ontdekten we dat we daar niet terecht konden door te pinnen. Dus op een gegeven moment, je weet al hoe het gaat, als je je kinderen bij je hebt, die worden dan al een beetje humorig misschien. En denk je, ja, maar we gaan toch wel vanavond ijs eten, want dat heb je beloofd. Ja, ja. Maar ik dacht, oh ja, we kunnen ook gewoon natuurlijk pinnen. Dan zorg ik gewoon weer even dat ik contant geld heb, want ik kan gewoon wel pinnen. Dus inderdaad, we vonden ergens een pinautomaat en ik wilde gaan pinnen. Ik wilde 10 euro pinnen. Maar tot mijn verrassing en moest ik 5 euro extra gaan betalen om die 10 euro op te nemen. Ja, ik dacht, ik ben toch helemaal gek. Ik ga niet 15 euro betalen om 10 euro contant geld te krijgen en daar vervolgens een ijsje van te kopen. Maar ja, nog even rondgekeken. Is het toch niet echt een plek waar je wel gewoon contant kan halen, maar dat was dus niet zo. En toen dacht ik, ja, als wij vanavond willen genieten van de zegen van dat heerlijke Kroatische ijs, als ik wil genieten van een rustige terugwandeling, zonder frustratie, zonder chagrijnige kinderen, dan zal ik me toch echt moeten aanpassen. Dan zal ik toch maar die knop moeten omzetten en zeggen, oké, ik betaal die 5 euro extra en we gaan pinnen, zodat ik contant kan betalen.
Weet je, en dat hebben we gedaan natuurlijk. Weet je, en zoals het niet werkt, dat ik een ijsje wilde kopen op mijn eigen manier, zo werkt het ook niet om in Gods koninkrijk de dingen op je eigen manier te blijven doen. Als je te volle de zegen van Gods koninkrijk wil ervaren, zul je moeten gaan leven en werken met de principes en de cultuur van Gods koninkrijk. Maar de principes en de cultuur en de waarden van Gods koninkrijk staan vaak lijnrecht tegenover de principes en de cultuur die in onze wereld en die de wereld ons voorhoudt. En waar we gewend zijn om hoe we denken en hoe te leven. Om maar even een paar voorbeelden te noemen. De cultuur van de wereld leert je om vooral van jezelf te houden en je eigen belangen te dienen. Maar de cultuur van het koninkrijk is gericht om zoveel van andere mensen te houden als van jezelf. En niet te handelen alleen maar met het oog op je eigen belang, maar ook het belang van de ander voor ogen te houden. De cultuur van de wereld leert je om schatten hier op aarde te verzamelen en snel rijk te worden en dat na te jagen. Weet je, maar de cultuur en principes van Gods koninkrijk leren ons om schatten in de hemel te verzamelen. De cultuur van de wereld leert je dat je belangrijk bent als je veel macht en status hebt en dat na te jagen. Weet je, de cultuur van Gods koninkrijk leert ons dat wie de belangrijkste zijn, de minste moet willen zijn en een dienaar van de ander wil zijn. En de invloed die je hebt alleen van waarde is als je dat gebruikt om anderen te dienen en zijn koninkrijk te bouwen. Weet je, de cultuur van de wereld leert ons dat het prima is en normaal is om ontrouw te zijn als het moeilijk wordt in je relatie. De cultuur van het koninkrijk leert je om trouw te blijven als het moeilijk wordt. De cultuur van de wereld leert je dat het niet uitmaakt om met iedereen naar bed te gaan en dan op een gegeven moment maar een keer te gaan trouwen. Maar het principe en de cultuur van het koninkrijk van God is om je te bewaren voor die ene persoon, eerst te trouwen voordat je samen gaat wonen en het bed met elkaar deelt. Dus mag ik je deze dag de vraag stellen. Hoe sta en leef jij in Gods koninkrijk? Heb jij al helemaal de cultuur en de principes van Gods koninkrijk omarmd? En ervaar je dat? De zegen daarvan in je leven, in je relaties, in je financiën en alle andere aspecten van je leven. Of blijf je vasthouden aan je eigen cultuur en je eigen waarden en je eigen overtuigingen en zeg je, ja, dat ben ik nou eenmaal. Dit is wie ik ben. Die neiging had ik ook. Ja, ik ben gewoon iemand die niet contant betaalt, die pint. Dat kan, dat is prima. Maar dan heb je geen ijs en dan heb je chagrijnige kinderen. Ik kan boos worden op de eigenaar van deze tentjes en zeggen, ja, wat is dit voor slechte situatie dat je alleen contant kan betalen? Ik schiet er niks meer op. Weet je, zo kunnen we opnieuw geboren zijn in Gods koninkrijk, deel zijn van zijn koninkrijk geworden zijn, maar nog niet de volle de zegeningen ervaren van het leven met God, leven en bewegen in Gods koninkrijk, omdat we niet bereid zijn om onze levens volledig te onderwerpen aan zijn principes en zijn plannen. En misschien ben je wel goed begonnen. Je had je principes voor ogen, maar je bent afgeweken van je principes. Heb je door de loop van de tijd, door omstandigheden, je principes deels losgelaten. Weet je, en als we eerlijk zijn, hebben we van tijd tot tijd allemaal die momenten. Dat we misschien niet helemaal met ons leven de andere kant op gaan, maar dat we toch keuzes maken waarmee we afwijken van wat God voor ogen heeft. Waarmee we een andere richting ingaan. En soms zijn het ook gewoon keuzes die door de omstandigheden van het leven zo lopen, of die we gemaakt hebben omdat we goede bedoelingen hadden, of die gewoon voortkomt uit logisch en natuurlijk denken. Zo waren wij op de terugweg op een gegeven moment van onze vakantie van Kroatië naar Nederland. En de reis ging eigenlijk best wel goed. We deden trouwens 2 dagen, of we hadden de reis gesplitst. Maar het eerste deel ging eigenlijk best goed. Door Slovenië, door Oostenrijk. Maar ik weet niet wat het is. Ik weet niet hoe het met jullie is. Op het moment dat je Duitsland binnenrijdt,
lijkt wel een garantie voor wegwerkzaamheden en files. En dat was ook zo. Dus de ene naar de andere file. Maar Google Maps die bood ons een oplossing aan. Die gaf ons een alternatieve route. Die zei van, kies hiervoor, dan heb je, dan kan je een half uur sneller zijn en kom je eerder aan op je bestemming. En het leek zo aantrekkelijk. En dat deden we dus ook. We weken af van de route. En het eerste deel was ook heel aantrekkelijk. We dachten van, oh wauw, we rijden door de bossen heen richting de Moezel. Dat is een mooie rivier, een kronkelrivier in Duitsland. En we zeiden nog tegen elkaar, oh, als we op de snelweg waren gebleven, hadden we dit gemist. Maar het duurde niet lang of we reden het eerste dorpje binnen. En het eerste dorpje, het was gewoon echt een klein dorpje met een smal weggetje. Het stond daar helemaal vast. Echt helemaal vast. En je kon dus ook niet inhalen. Een vrachtwagen strekte, het maakte niet uit, het stond helemaal vast. Het was zelfs zo erg dat de mensen die in dat dorp woonden naast hun huizen waren gaan staan en stonden te kijken, wat gebeurt er hier? Ze hadden dit waarschijnlijk nog nooit gezien. En ze dachten, huh? In dit dorp waar waarschijnlijk nooit wat gebeurt, waar nauwelijks een auto doorheen rijdt, staat nu gewoon kilometers lange file. En het erge was, toen we deze keuze maakten, het was bijna lunchtijd. En we hadden nog zo gezegd, joh, nog waarschijnlijk een kwartier en dan pakken we het eerste wegrestaurant en dan gaan we dadelijk uitrusten, dan gaan we lunchen. Maar hier aan deze route, het leek wel of er geen één restaurant open was, dat er geen plek was om even rustig ergens te gaan zitten en te genieten van het eten. En we misten alles, omdat we misten de zegen daarvan, omdat we afgeweken waren van deze route. En zoals je weet, of zoals je kunt voorstellen, we deden er veel langer over dan was voorspeld. Want de grap is natuurlijk, niet alleen ik kreeg dat advies. Hè, waarschijnlijk honderden mensen, anderen, die ook kokkelmes hadden aanstaan, hadden hetzelfde advies opgevolgd waarschijnlijk. En in plaats van dat we tijd verkort hebben, nou, in het gunstigste geval hebben we er misschien even langer over gedaan. Maar ik ben bang dat we er veel langer over hebben gedaan. En we konden pas uiteindelijk om 3:30 lunchen. Toen we weer voor het eerst bij de snelweg waren. Niet alles wat aantrekkelijk is, is het ook. Lijkt, is het ook. Het kan soms aantrekkelijk lijken om van je route af te wijken. Het kan soms aantrekkelijk lijken om de korte weg te nemen. Het kan soms aantrekkelijk lijken om af te wijken van die principes en de cultuur van Gods Koninkrijk. En misschien zelfs goede intenties hebben, net zoals ik, om sneller te kunnen zijn. Maar je keuzes baseer je op je natuurlijke kennis, op je natuurlijke inzichten. Maar het pakt verkeerd uit. En daarmee mis je de zegen die voor je klaar ligt. Zoals wij de zegen misten om even tijd te kunnen lunchen, tijd te kunnen genieten en eerder op de bestemming te zijn. En dat zien we ook terug bij Abraham. Abraham, die stond op een gegeven moment ook op het punt. Niet om op vakantie te gaan, maar om permanent te emigreren. Laten we dat er even bij pakken. Genesis 12, vers 1, beginnen we. En de Heere zei nu tegen Abraham, ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken. Ik zal u zegenen. En ik zal uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En toen ging Abraham weg. Zoals de Heere tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee. En Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. En Abraham nam Sarai, zijn vrouw, en Lot, de zoon van zijn broer, en al hun bezittingen die ze verworven hadden, en de mensen die ze in Haran verkregen hadden, en ze gingen weg om naar het land Kanaan te gaan. En ze kwamen in het land Kanaan. We zien hier, Abraham werd geroepen door God om op weg te gaan naar het land wat hij beloofd had. Een land wat God voor hem en zijn nageslacht klaar had liggen. En er staat ook zo mooi. Abraham die ging op weg zoals de Heere tot hem gesproken had. God deed, Abraham gehoorzaamde God, ging op weg en hij kwam aan in dat beloofde land. En als we verder zouden lezen, dan zul je ontdekken dat Abraham door dat land heen reist. Dat hij op verschillende plekken stopte en daar ook God ging aanbidden. En dat God opnieuw tot hem sprak, Abraham, dit is het land wat ik je zal geven. Dit is het land wat ik beloofd heb.
Samengevat, je kan zeggen, Abraham die maakte een goede start. Hij gehoorzaamde God. Hij luisterde naar God. Hij aanbad God. Hij wilde God volgen. En hij wilde geloven in de principes en de beloftes die God voor hem had. Maar dan lezen we het volgende. Genesis 12, vers 10. Er kwam hongersnood in dat land. En daarom trok Abraham naar Egypte om daar als vreemdeling te verblijven. Omdat de hongersnood in dat land zwaar was. Hoewel hij dus al in het beloofde land was en God had gesproken dat dit het land was, koos hij ervoor om uit te wijken naar Egypte vanwege de hongersnood. Misschien heel logisch, heel begrijpelijk. Hij had het beloofde land gezien, maar vanwege deze omstandigheden koos hij om uit te wijken naar Egypte. En dan gebeurt het volgende. Vers 11. En dat gebeurde toen hij op het punt stond om Egypte binnen te gaan, dat hij tegen zijn vrouw Sarai zei, zie toch, ik weet dat je een vrouw bent die knap is om te zien. Nou, geweldig natuurlijk. Als je 75 bent, je dat nog kan zeggen en daar nog zorgen over kan maken. Want als de Egyptenaren je zien, dan zullen ze zeggen, dat is zijn vrouw. En dan zullen ze mij doden en jou in leven laten. Zeg toch dat je mijn zuster bent. Zodat het mij omwille van jou goed zal gaan. En ik omwille van jou blijf leven. En dat gebeurde zodra Abraham in Egypte kwam, dat de Egyptenaren de vrouw zagen dat ze bijzonder knap was. En ook de vorsten van de farao zagen haar en ze prezen haar aan bij de farao. En daarom werd de vrouw meegenomen naar het huis van de farao. En omwille van haar deed hij goed aan Abraham, zodat hij kleinvee, runderen, ezels, slaven en slavinnen, ezelen en kamelen kreeg. Maar de Heere trof de farao en zijn huis met zware slagen vanwege Sarai, de vrouw van Abraham. Weet je, Abraham, wat ik al zei, die kwam in Egypte aan en hij was bang dat dit zijn leven zou kosten. Dat ze zijn vrouw zo aantrekkelijk zouden vinden en daarmee hem zouden dat zijn leven zou kosten. Dus hij dacht, ik kan wel een leugen bedenken. En niet een volledige leugen, maar een halve leugen. Een halve waarheid. Nog steeds een hele leugen. Maar Abraham die vertelde dat Sarai zijn zus was. En dat was een halve waarheid. Waarom? Het was een halfzus. En in die tijd was dat nog toegestaan en ook gebruikelijk om binnen de familie een vrouw te zoeken. Maar hij miste een heel belangrijk detail door ook te zeggen, ze is ook mijn vrouw. En dat bracht uiteindelijk de farao en daarmee Abraham in de problemen. Je kan zeggen, Abraham is helemaal uit koers geraakt. Van het plan en de beloftes die God voor hem had. Voor datgene wat God voor hem had klaarliggen. Hij week niet alleen uit, maar hij liet ook zijn principes los. En begon te liegen vanuit zelfbescherming. Is dat niet herkenbaar? We hebben goede intenties. We beginnen goed. Maar de dingen lopen soms anders dan we verwachten. We krijgen te maken met omstandigheden die we niet verwacht hadden. En we worden getest op onze principes. Misschien zit je in een seizoen waarin je God gehoord hebt. Waarin je een stap hebt gezet in geloof. Maar je onderweg heb je te maken gekregen met omstandigheden. Waardoor je toch maar afgestapt bent van wat je van plan was om te doen. Of misschien ben je Gods principes wel gaan volgen. In het begin, maar ben je toch gaan twijfelen of Gods principes echt wel werken. En ben je toch maar weer teruggegaan naar je eigen oplossingen en je eigen wijsheid gaan gebruiken. We hebben misschien keuzes gemaakt vanuit goede bedoelingen, zoals Abraham, maar zonder God. En soms rol je dan van het ene probleem in het andere, zoals Abraham. Weet je, ik zal je zeggen, je zult altijd omstandigheden en situaties meemaken, leven zoals Abraham, die je uitdagen en je verleiden om van je geestelijke pad af te stappen. Je hebt God gehoord, je hebt je principes op een rij. Maar dan lijkt die andere weg toch zoveel sneller en aantrekkelijker. Misschien ben je jong en weet je, heb je voorgenomen dat je, als je een relatie wil beginnen met iemand die ook gelooft. Die ook God op één zet. Maar dan zie je vervolgens de mensen om je heen, je vrienden om je heen, allemaal een relatie krijgen. En dan kom je een mooie vrouw tegen.
Alleen, ze geloven niet in God. Dan lijkt het heel aantrekkelijk om toch maar te zeggen, ja, maar maakt het ook uit. En je kan waarschijnlijk allemaal logische redenen bedenken waarom het toch goed is om in dit geval af te wijken van je principe. Weet je, de shortcut, de kortere weg, is vaak makkelijker en sneller. Maar de zegen zit het in om God te vertrouwen, te blijven wandelen in de principes van Gods koninkrijk. Datgene wat in onze ogen misschien aantrekkelijk lijkt, is niet altijd het beste. Maar het goede nieuws is, weet je, dat God je wil helpen met elke keuze die je maakt. Waar je ook op dit moment staat in leven, op welk pad je ook terecht bent gekomen. Welk besluit je ook gebracht hebt bij waar je nu bent. En ik vind het heel mooi als je in Jesaja 30 leest, hoe dat daar verwoord staat. Met uw eigen oren zult u een woord van achter u horen. Dit is de weg, bewandel die, voor het geval naar rechts of naar links gaan. Weet je, dit laat Gods hart zien. God wil dat je slaagt. God wil je helpen om op de juiste pad te blijven. Om te volle de zegen te varen die jij voor je klaar hebt liggen. Weet je, en hoe werkt dat? Door Gods woord in te gaan. Door zijn wijsheid te zoeken in plaats van je eigen wijsheid. De Bijbel zegt, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En de rest zal je bovendien geschonken worden. Oftewel, richt je eerst op God. Omarm zijn woord, omarm zijn principes. En de cultuur van zijn koninkrijk. Weet je, en dan gaat God daarin werken en doorheen werken. Weet je, wat ik geloof en wat voor mij heel goed werkt. Als ik er gewoon eerst, aan het begin van de dag, eerst het woord induik. Om zijn principes te ontdekken. En vervolgens ga toepassen wat ik zie. Wat God vraagt. En als ik zijn principes en wijsheid ontdek. Weet je waarom? Dat gaat mij vervolgens helpen om die dag of op latere momenten, die momenten herkennen waarin ik misschien geconfronteerd word met een aantrekkelijke omleiding. Waar ik geconfronteerd word met een keus om af te wijken van de principes van God. Weet je, en Psalm 37 zegt, de stappen van een man worden door de Heere bevestigd als hij vreugde vindt in zijn weg. Weet je, God wil je bevestigen als je op het juiste pad bent. God wil je bevestigen en ook aanmoedigen. Je bent op de juiste weg. Maar er staat ook, als je valt, word je niet weggeworpen. Want de Heere ondersteunt zijn hand. Weet je, het is zijn genade. Het is zijn goedheid. Dat waar je ook bent, hij wil terug wil brengen op de juiste richting. Op het juiste pad wat God voor je heeft klaarliggen. En dat gebeurde ook bij Abraham. God liet Abraham terugkeren naar het beloofde land. Hij greep in. Weet je, de farao ontdekte de leugen. En kwam bij Abraham. En hij stuurde hem terug. En hij gaf hem nog alles mee om weer terug te komen in het beloofde land. Het was Gods genade en zijn gunst om Abraham niet los te laten. Het was zijn goedheid en zijn gunst die Abraham weer terugbracht. Op de plek waar God hem wilde hebben. Weet je, Abraham dacht dat het bedriegen van farao meer resultaat zou hebben dan te vertrouwen dat God in het leven van farao zou werken. Maar ga er niet van uit dat God niet zal werken in de situatie, in de uitdaging die op je pad komt. Maar durf te vertrouwen dat zijn wijsheid, zijn principes echt beter zijn dan jouw wijsheid en jouw eigen oplossingen. En dat waar jij denkt te verliezen door vast te houden aan Gods principes, vertrouw dat God zal werken in de situatie. Weet je, laat me afsluiten met een persoonlijk voorbeeld. Toen wij gepland hadden om te gaan trouwen, er waren nog 2 maanden te gaan, maar we waren nog steeds op zoek naar een woning. En natuurlijk schreeuwen dan die gedachten af en toe door je heen. Ja, wat als we straks niks vinden? Wat? Waar moeten we gaan wonen? Moeten we dan de tent huren en op een camping gaan staan? Wat moeten we doen? Maar op een gegeven moment kregen we een mooi appartement in het centrum van Barneveld aangedragen. Met alles erop en eraan. En we gingen er kijken en we dachten, oh, dit is perfect. Gezellig in het centrum. We hoefden er niks aan te doen. We konden er zo in.
En we gingen met de eigenaar praten. En we gingen aan tafel. En toen hoorden we wat hij ervoor vroeg. Zeiden we, oh ja, oh, dat gaat ons echt niet lukken. Dat gaat ons niet lukken om dat te kunnen betalen. Maar hij dacht, ik heb wel een oplossing. Want wij hadden het nodig om onder de huurgrens te blijven. Om ook de huursubsidie te kunnen krijgen om dit te kunnen betalen. Maar de eigenaar van de woning zei, weet je wat we doen? We zetten gewoon op papier dat jullie het huren voor de prijs waarmee je onder de huurgrens blijft. Zodat je die huursubsidie kunt ontvangen. Maar weet je, dan zorg gewoon dat die andere 100 euro, die moet je dan maar gewoon losgeven. Die moet je gewoon maar zwart geven. Zeiden van ja, heel aantrekkelijk. We willen hier heel graag wonen. Maar we gaan het toch niet doen. Weet je, wij geloven in het principe. Geef aan de keizer wat van de keizer is. Geef wat God toebehoort. Weet je, eerlijkheid loont, zegt de Bijbel. Dus we gaven aan. Ja, dit gaat niet worden. Maar we kregen nog 3 dagen om erover na te denken. 3 dagen om misschien nog alsnog een manier te verzinnen waarop we het zouden kunnen betalen. Dus wij zaten onderweg in de auto terug en we zeiden tegen elkaar, God moet echt een wonder doen in deze situatie, anders gaan we deze mislopen. En ondertussen voel je de druk nog steeds natuurlijk, van nog 2 maanden te gaan en nog geen zicht op een andere woning. En eerlijk gezegd, ik had in mijn hart al wat opgegeven. Ik had al gezien, oké, dit gaat hem niet meer worden. En ik was eigenlijk al van plan om hem de volgende dag al op te bellen en te zeggen, ja, sorry hoor, maar het gaat hem gewoon niet worden. Maar voordat mij dat lukte, belde hij mij op. En zei Maarten, heb je erover nagedacht? Weet je zeker dat je het niet wilt? En ik zei, ja, sorry, we vinden een hele mooie plek om te wonen. Maar we kunnen het gewoon niet, zo gaat het niet lukken. En we willen dit niet op deze manier doen. Maar hij zei het volgende. Hij zei, ik wil jullie toch als huurders. En ik ga akkoord met een veel lagere huurprijs dan ik misschien kan vragen. Ik weet dat er andere mensen zijn die ook hier kunnen gaan wonen en waarvan ik weet dat ze meer gaan betalen. Maar weet je, ik vind het belangrijk om te weten dat de mensen die in mijn appartement gaan wonen, die met mijn spullen omgaan, dat ik die kan vertrouwen. Weet je, waar wij dachten het te verliezen door vast te houden aan Gods principes, was het juist God die werkt in deze situatie. Waar jij denkt te verliezen door vast te houden aan Gods principes en die te omarmen, gaat God werken. Hoe oud of hoe jong je ook bent. Ik geloof als je gaat leven naar de principes van Gods koninkrijk. Als je zijn principes en zijn cultuur gaat omarmen, dan ga je de overvloedige zegen van God ervaren in je leven. En die is bovenmatig. Die blijft je verrassen. En die gaat boven wat jij kunt bedenken of beseffen. Weet je, laat een moment gaan staan. Op alle locaties. Weet je, laat een moment nemen om onze ogen te sluiten. Mag ik je die vraag stellen? Hoe sta jij in Gods koninkrijk? Hoe leef jij in Gods koninkrijk? Misschien ben je tot de conclusie gekomen van morgen. Dat je, hoewel je misschien wel deel bent van Gods koninkrijk, je eigenlijk nog vasthoudt aan je eigen cultuur. Aan je eigen principes. Aan je eigen gewoontes. Misschien ben je tot het besef gekomen dat ondanks dat je verlangen is om God te volgen, om hem te dienen en hem te vertrouwen, dat je zijn principes toch hebt losgelaten op een bepaald gebied in je leven. Weet je, dan is nu de tijd om terug te keren en niet door te blijven gaan op de weg waar je zit. Dan is nu tijd om af te rekenen met excuses. Terwijl je van binnen weet dat. Dan is nu de tijd om te stoppen waarvan je al langer weet dat je ermee moet stoppen. Of dan is juist nu de tijd om te gaan doen waarvan je al langer ervaart dat God wil
wat God van je vraagt dat je, wilt, dat je zou moeten doen. Maar dat je maar steeds blijft uitstellen. Weet je, maak dan besluit. Maak dan nu het besluit om tegen God te zeggen: Heer, ik ben hier opnieuw. Ik wil u op de eerste plek zetten in mijn leven. Ik wil u volgen. En ik wil ervoor kiezen mijn eigen wijsheid, mijn eigen principes, mijn eigen overtuigingen aan de kant te zetten. En te vertrouwen op uw wijsheid en principes. Ook al snap ik niet altijd hoe ze werken. Ook al vind ik het soms moeilijk. Maar ik wil op u vertrouwen. Op uw wijsheid en uw principes. Weet je, we gaan ook zo dopen. Er zijn mensen die al hebben aangegeven. Zeggen ja, ik wil in het koninkrijk van God stappen. En die pakken de eerste principe die God geeft. Waarvan God zegt, weet je, laat je dopen. Weet je, en ben je hier? En ben je ook tot de conclusie gekomen, ja, ik wil dat ook. Loop dan gewoon straks naar de zijkant van dit bad als je hier in Midden-Nederland bent. Een droge kleren voor je en dan kan je ook gedoopt worden. Of als je online meekijkt of op een andere locatie. Weet je, maak dan vandaag het besluit om te zeggen, ja, ik ga het doen. En laat het weten aan iemand. Ga, meld je aan. En zorg dat je dit fixt. Laten we God gaan aanbidden.